Ik ga dat doen. Het eruit gaan halen. Hey, het was juist zo gezellig. Ja, je bent zeer spraakzaam, dat is waar. Los jij maar rustig je sudokutje op. Dat was wel voor mij de ontdekking van deze reis. Dat het blijkt dat jij al die jaren al gewoon 2-3 sterren sudoku... Dat gaat tot 15 sterren. Dat is en jij doet er altijd zo 15. Zwaarmoedig over. Dat is helemaal niet waar. Ik vul alle sudokus in. Groot, klein, moeilijk, makkelijk. Zeg, stink ik of zo? Ja, hoe kunnen wij nu bij u gaan zitten? Hoe ligde jij daar? Je pakt heel de zetel in. Je bent niet uitnodigend. Zeg, je bent toch niet vies van je eigen zoon? Je hebt mezelf gecreëerd. Gecreëerd, ja. Een creatie, zo kun je het wel noemen. Als je nu zo je eigen zoon zou kunnen maken, echt zo. Ja. Met de computer. Zou je dat mij maken of zou je dat niet iets anders maken? Alleen dan vind ik het erg dat je niet gewoon zegt, ja nee, ik zou u gewoon maken dan. Allee, nee, Vic, ik zou je exact maken zoals je was. Lief, hè? Ja, ik kan me geen betere zoon wensen. Ah, ik ook geen betere papa. Ja, dank u. Er is zelf een gevoel dat je tekortkomingen hebt. Je moet de bluts met de buil nemen. Ja, als er meer blutsen dan bouwen zijn, dan... Je kunt nooit gelukkig zijn in het leven als je geen vrede hebt genomen met jezelf. En dat is ondertussen gebeurd. Ja, ik heb wel dingen waar ik complexen over heb of waar ik minder gelukkig mee ben. Maar je pakt dat erbij. Wat zijn jouw complexen? Mijn benen. Ik heb X-benen. Dat is echt niet waar. Jawel, zie je. Dus ik stap al heel mijn leven zo. Ja, mijn voeten zo wat naar buiten gedraaid. Dat is typisch voor voetballers. Hè. En ballerina's? Daarmee dat ik ook deze kan doen. Ik ben een ballerina. Nee, een balletdanser. Geen ballerina, hè, ja. Ballerino. Jij wordt een ongelooflijke balletdanser geweest. Dat is niet waar. Ik ken gewoon heel goed mijn voeten zo. Ja, dat is de basis, hè. De basis, maar al de rest ontbreekt, dus ja. Voelde jij je eigen dan ook beledigd? Nee, dan denk ik bij mezelf. Oh, ik wou dat ik hem kon hermaken met de computer. Hallo, Kevin. On va visiter le musée à côté. C'est bien? Ça vaut le coup? Le gendarmerie? Oui. Super. Ah, voilà. Super. Voilà, avec ordens. Parce que mon fils ne connaît pas. Il est trop jeune, il connaît pas les finesses. Pas bien. Moi, quand j'étais jeune, je suivais les films avec le vélo. Oui? Ici? Ah oui, on est même allé dans la soucoupe volante. Hij is in die vliegende schotel geweest. Dat is altijd leuk om nog echte getuigen te kunnen spreken van u. Dat is van die film, Louis de Funès, Les Gendarmes en de Buitenaardse Wezens. Dat was gewoon geweest met die special effects van toen. Ja. Ja, dat is goed gedaan. En dan zijn er dus allemaal dubbelgangers van heel het politiekorps, van heel de gendarmerie. En je ziet dus niet het verschil, alleen dat je erop klopt, dan hoor je die zijn van ijzer. Dus dat je erop klopt op zo'n hele boom, boom, boom. En wat gebeurt er natuurlijk? Metaal roest. Dus op een gegeven moment, al die buitenaardse mannen, die beginnen te verroesten. En die drinken, luistert goed, weet je wat die drinken? Olie. Ja! Just. Die drinken olie, voor de gesmeerd te blijven. Eigenlijk, Klefikske, ga je leven kunnen indelen in twee delen. Voor je bezoek komt het museum en daarna. Je gaat een totaal andere mens zijn straks.